De Nationale Assemblée heeft in een buitengewone openbare vergadering stilgestaan bij het 75-jarige jubileum van de Verenigde Naties, VN, vandaag. DNA-voorzitter Marinus B. zegt dat de VN dit heugelijk feit viert te midden van een wereldwijde gezondheidscrisis met economische, sociale gevolgen. Wereldwijd fungeert de VN als een forum waar de lidstaten kwesties zoals vrede en veiligheid kunnen aankaarten en bespreken. Onze hedendaagse wereld lijkt in niets op die van 75 jaar geleden, toen de Verenigde Naties werden opgericht. Een wereld die nu wordt geteisterd door ongelijkheid, armoede, honger, gewapende conflicten, terrorisme, onveiligheid, klimaatsverandering en pandemieën. Een ware uitdaging voor de Verenigde Naties, die fungeert als een wereldwijd forum waar lidstaten hun kwesties bespreekbaar kunnen maken. Het handhaven van internationale vrede, veiligheid en internationaal recht, beschermen van mensenrechten, leveren van humanitaire hulp en bevorderen van duurzame ontwikkeling zijn allemaal nauw verankerd in het thema de toekomst die we willen. Ook president Chandrika Prasad Santokhi sprak het college toe. Hij onderstreept dat de VN de belangrijkste internationale organisatie is met enkele voorname functies. Een van deze functies is het handhaven van de democratie. Ik denk, meneer voorzitter, dat ik mag aangeven dat wij een goede job doen in Suriname, maar wij moeten alert blijven en ons democratisch bestel weer versterken. Parlementen als huis van de democratie zijn belangrijke bewakers van de democratie. Sterke parlementen, meneer de voorzitter, zijn eigenlijk een hoeksteen van een rechtvaardige en vreedzame samenleving. Echter, voorzitter, democratie, democratische instituten en beginselen in tal van landen staan onder druk. De vrijheid van het individu, de multiculturele samenleving en de stem van het volk worden vaak onder druk. Of staan weerloos tegen de arrogantie van leiders. Ja, soms zelfs van democratisch gekozen leiders. Het grote gevaar daarbij is dat democratieën vervallen tot autoritaire regimes. President Chandrika Prasad Santokhi in het parlement in verband met 75 jaar Verenigde Naties vandaag.